Nou, we hebben hier een voorbeeld van een stoepplantje. Ik ga met mijn app eens even kijken wat het is. En het blijkt een melkdistel te zijn. Het idee van de hashtag stoepplantjes is dat je vervolgens met stoepkrijt de naam van het plantje erbij schrijft en het dan uploadt naar bijvoorbeeld Twitter. Het is echt een trend geworden sinds een week of twee of zo. Zijn steeds meer mensen het aan het doen. Welke is dat? Dit is de ereprijs. Kleine blauwe bloemetjes. Onder de hashtag stoepplantjes plaatsen mensen uit heel Nederland nu foto's op social media van het onkruid bij hun in de buurt. En soms heeft zo'n klein plantje een bijzonder verhaal. Oh, hier zit wel een leuke. De grote weegbree bijvoorbeeld. Het plantje kwam via de zolen van zeelui in Amerika terecht. En dat komt omdat de grote weegbree is een tredplant. Dus als je erop gaat staan, dan blijven de zaadjes van de grote weegbree onder je schoenzool plakken. Steeds meer gemeenten laten het onkruid hun gang gaan in de straten, omdat het belangrijk is voor de biodiversiteit. En dus is er ook genoeg moois te vinden als je maar goed kijkt. En ik denk dat als je een naam kan geven aan een plantje om je heen, dan is het geen vreemd plantje meer voor je. Maar dan denk je, oh, dat is die vriendelijke muurleeuwenbek. Normaal gesproken, je stapt er overheen of je haalt het weg, hè? Ja, precies. Terwijl nu zet je ze juist in de spotlight. En ik denk dat dat juist zo het leuke is van het botanisch stoepkrijt, is dat je eigenlijk mensen dwingt om er in ieder geval naar te kijken. Kijk, daar mag natuurlijk iedereen zelf weten wat hij doet met die kennis. Misschien dat hij het meteen weer vergeet. Maar je hebt in ieder geval je best gedaan.